Dus ik heb mijn 24 tot 10 tot 24 mm lenzen mee op mijn X-T1. En we gaan hier die ruïne fotograferen. Die we dus letterlijk op onze weg gevonden hebben. En het gewoon is, dat ligt er nu net. Eigenlijk ja, op het juiste moment daar zijn is heel belangrijk. Het is nu 4:30 uur. Het is heel toevallig dat we hier nu op dit moment zijn. We gaan straks nog terug naar die brug. En dat is eigenlijk ons doel. Maar op onze slaaplocatie, de weg van onze slaaplocatie naar die brug, min op die weg ligt deze ruïne. Dus we zijn hier letterlijk tegengekomen aan de weg. En dan is de kwestie van een beetje met de compositie spelen, dus op die boom op een derde verticaal, die stenen op een derde van onder horizontaal, dat je een interessant beeld krijgt, 1 door de compositie en 2 door het licht en 3 door de lijnen van dat pad hier. Dat is eigenlijk ook 1 compositie. Twee punten klinkt zo goed niet als 3 punten. Oké, we zijn terug op onze parking aangekomen. Maar op een veel beter moment qua licht. En hopelijk ook een beter moment qua bevolking. Hier zie je trouwens die velden hier staan vol met windmolens. En als je heel stil bent, dan hoor je die windmolens ook draaien. Ja, er parkeert nu net een auto achter ons, dus je zult die eerder horen. Kijk, om een idee te geven van het perfecte licht, ik ga voor de zekerheid nu al een stukje filmen. Want het kan goed zijn dat tegen dat we daar aankomen, net de laatste, maar ik denk het niet, want kijk, hier ziet het echt wel goed. Hier zijn we ongeveer op de goede hoogte en hier zie je echt wel nog de zon. Dus ik denk dat we net op tijd gaan. We gaan hier niet net weg. Maar we zijn dus nog volop op het pad aan het wandelen, we zijn er wel bijna. Ja, we lopen weer op die brug, maar dus nu, dit keer met het mooie licht.
nu hebben we het moment eigenlijk wel gehad. Hè. Dus we waren, je ziet de zon nog net daar. Dus in theorie zouden we nu nog in de zon moeten staan. Maar de zon is weg van heel de brug. En als we toekwamen was het midden van de brug nog net in de zon. En het is ondertussen 25 over 8. Ik denk dat we hier 7:15 of zo waren. En dat is eigenlijk net iets te laat. Of je zou moeten heel snel te werk kunnen gaan. Zoals wij eigenlijk. Dus wij waren perfect op tijd. Dat is de conclusie. Ik hoor een drone, maar ik zie nog geen. Ah, daar is die drone. Hij vliegt nu naar de maan. Onder de maan. Onder de maan. Ah, ja, ja. Allee, onder de maan. Optisch gezien vanaf hier.